Ik loop even terug naar mijn filmsetup. Nou, wat een prachtige setup. Met een mooie standaard. Ook van de Action. Hou van de Action. Oh ja, en ik krijg 6 planten gratis in deze video. Dus kijk hem eventjes helemaal af. Want ik geef het gelijk terug een update over de schuur en wat eraan komt. De Alternantera rosfolia. Dit is een van de beste planten om als beginnende aquariaan mee te beginnen. Deze is een heel klein beetje lelijk, want ik heb ze namelijk al een tijdje in die zak zitten. En dat is zo vochtig dat ze al van transitie gaan van bovenwater naar onderwater. Maar daar vertel ik zo meteen meer over. Voor de mensen die denken, wat heb je een mooi gras? Kunstgras. Maar de Alternantera rosfolia groeit boven water in groene bladeren. En met een rood onderblad. Dat zie je nu ook in beeld. Hij maakt een soort kleine bloemetjes aan via de nodus als die boven water vorm groeit. En als je hem onder water plant, rolt hij of helemaal weg en groeit hij weer helemaal klein op. Of hij laat de bladeren uitvallen en dan heb je een enkele stengel. Ze hebben ongeveer medium tot veel verlichting nodig. Voeding is alleen nodig als het blad geel wordt. En CO2 is ook niet nodig, want deze plant is over het algemeen wel heel simpel. Stekken, dat trek ik uit in mijn stekvideo. Ik zie nu een notificatie van in beeld. Het is gewoon heel simpel. Je knipt hem door de midden en je plant ernaast. Je kan ze ook in plaats van verticaal horizontaal planten. Dan groeit uit elke node groeit weer een stukje rechtop. Daar krijg je er nu 6 van gratis. Linkje in de beschrijving. Op is op. En dan hebben we volgende week weer een plant. Ik besef nu dat ik dit een paar weken niet heb gedaan. Want ik was heel druk bezig om die andere content te maken. Dus abonneer eventjes. Dat je wel up-to-date blijft wanneer wel zo'n video online komt. Maar ja, daarvoor moet je natuurlijk wel een melding krijgen. Dan moet je eventjes het belletje aanklikken. Want dan krijg je gewoon een melding op je telefoon. En over abonneren gesproken. Ik zag dat maar 30% van jullie geabonneerd waren. Dus doe dat eventjes. Help je mij mee. Action slipper. Wat heb ik met de action? Vrij simpele plant. Is wel wat moeilijker dan de standaard groene stengelplanten. Het is een prima plant als je toch een rode aquariumplant wilt houden. Die niet al te moeilijk is, maar wel te doen is. En hij droogt nu heel erg uit, want het is 40 graden. En deze kan je dus gratis krijgen, linkje in de beschrijving. Maar blijf tot het einde kijken, want dan heb ik nog een update over de schuur. En zet ook eventjes in de reacties neer welke plant je volgende week wil. Want mensen beginnen me appen, Indie, kan je deze plant doen, kan je deze plant doen, bla 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 bla. Ja, op zich doe ik het gewoon met de planten die ik over heb. Maar, hebben jullie nou een specifieke keus? Dan kan ik ervoor zorgen dat die plant over is. Dat is een klein geheimpje. Dat was de Alternantera rosfolia. Je hebt ze ook in heel veel andere combinaties. Je hebt de Cecilis, de Reiniki, die is wat kleiner en Cecilis is wat rode en die is helemaal moeilijk. Die komt ook een keer. Want die heb ik zo vaak over en daar... Ja, en als ik die te lang in zo'n bak houd, dan gaan ze dood. Deze niet. Die blijft gewoon doorgroeien. Alleen de onderste blaadjes, die laat hij uitvallen, omdat hij dus onder watervorm gaat. En daar ga ik nu meer over vertellen, want er komt wat heel groots aan. Kijk, wat een soortje! Ja, ik heb geen aquarium meer. Die plantenbak hier is weg, want er komt wat super vets aan. Ik zag even dat er een spin op me zat. Ik was de afgelopen 2 weken naar een beurs geweest en kijk, ik was best wel lui, vermoeid. Ik was echt oververmoeid. Vandaar het ook wat langer duurde voordat die andere video's online kwamen. Maar kijk, wat een bende. En dit zijn alle planten die ik over heb, die kan je goedkoop kopen op de webshop. Zie je linkje van in de beschrijving, heb ik een beursactie plantenpakket. Hier komt dus de stelling, want ik kan erachter één zo'n plantenbak, zoals in die in de vorige video zat, daar kan ik maar 3 lagen aan planten in doen. Hoog, medium en laag. Maar zoals die bakken achter mij, daar kweek ik planten in. En ik heb een ontdekking gedaan. Want die planten, als ik ze boven een bepaalde luchtvochtigheid houd, dan groeien ze al grotendeels een onderwatervorm. Wat dus betekent dat ik dit bijna niet meer hoef te doen. Tenminste, bij sommige planten is dat gewoon nog nodig. Maar sommige planten, die doen het dus goed in zo'n bak. En die groeien al grotendeels in onderwatervorm. Super voordelig. Kan ik ze voor een hele mooie prijs aanbieden. Het zal wel even duren, want afgelopen week was ik echt oververmoeid. En ja, ik moet gewoon een nieuwe stelling kopen. Maar ik heb nog geen geld, dus koop je planten. Ik heb nog geen budget voor zo'n stelling, dus koop even je planten op aquania.nl. Hij kan dansen. Maar goed, dat gaat hier dus komen. En dan heb ik veel meer ruimte om überhaupt voorraad aan te houden. Want die planten die ik gewoon bestel, die blijven ook goed in gewoon een bakje water met een zak eroverheen. Wat technisch gezien dus zo'n bak is. Sterker nog, dan gaan ze ook naar onderwatervorm. Wat dus betekent dat ik binnenkort kan ik allemaal verschillende planten in onderwatervorm aanbieden. En ik gebruik de schildpad om aan te wijzen, omdat dit gewoon vet is. Dus er komen binnenkort, als ik dat gekweekt heb, komen die allemaal online. Dat is de reden dat de schuur een rotzooi is, want ik heb die plantenbak verkocht. Ik bedoel, kijk dan even. Het is echt een hele grote bende. Oh, wat erg. En dit is nog geen eens alles, want het deel staat hier, wat ik hier net heb neergegooid. Ik moet zelfs mijn prullenbak moet ik verschonen. Het ligt ook een beetje aan de ruimte, want ja, dit is gewoon te doen hier. Het is zeker te doen. Alleen sommige dagen komen er gewoon heel veel bestellingen. Dan moet ik er gewoon 30 inpakken. En ja, sorry jongens, maar dan werk ik in de tuin. Dan plaats ik bepaalde plantenzakken zoals deze. Die plaats ik daar. En dat gaat nu goed. Maar zometeen na de zomervakantie is dus de zomerstop voorbij. En dan wordt het bestellingenaantal omhoog gegooid. Dan zit ik niet meer met 20 bestellingen per dag. 20 à 30. Nee, dan wordt het meer. Tot en met januari.
januari en dan valt het weer dood. Dat is hoe een beetje de aquariummarkt werkt. Zometeen na de zomervakantie heb ik een probleem. Ik heb hier alle ruimte in de tuin hoor, dat is niet het probleem. Het probleem is alleen, zie je deze postkar? Daar gaat de post op. Super mooi. Die postkar die gaat meestal half vol. En voor nu is dat gewoon ideaal, want ik zet hem in de schaduw neer. Maar een ander ding wat na de zomervakantie gaat gebeuren, is namelijk dat het geen zomer is. Dus het gaat regenen. Met dus het dubbele aantal bestellingen die ik dan heb. En ik die buiten werk, wordt dat heel onpraktisch. En anders moet ik elke bestelling daar helemaal naar binnen tillen. Maar dat is ook super onlogisch. Want dan ben ik gewoon heel de dag een marathon aan het lopen. Ken jij nog iemand die nog een plekje hebt? Of is het maar een klein schuurtje? Ik bedoel, dit is 9 vierkante meter. 1/3 meer is al gewoon prima. Laat even weten. Zou super vet zijn als jullie meezoeken. Ik zoek me ook al helemaal rot. Maar het is allemaal of peperduur en onlogisch. Of het is gewoon te ver weg. Dat was deze video. En alles over de Alternatera rozenfolia. En een update video van de schuur. Ik ga wat meer samenvoegen. Want ik wil wat langere video's maken. Jullie hadden daar ook op gereageerd. Ik wil langere video's. Dus bij deze heb ik het wat samengevoegd. Elke week weer. Elke woensdag weer. En er worden ook meer geluidjes en muziekjes in verwerkt. Zodat de video's makkelijker zijn. De vorige video over de aquascape. Die gaat trouwens echt super goed. Er zijn al meer dan 51 reacties op. En er zijn ook 51 mensen die zich aanmelden om die aquascape te winnen. Nou, je hebt tot en met aanstaande donderdagmiddag. Want dan ga ik een andere video maken over waar ik de winnaar bekend maak. Om je nog in te schrijven in die vorige video. Dus doe dat ook eventjes. En het is echt de hoogste kwaliteit video die ik ooit heb gemaakt. Ik wil je eigenlijk niet overtuigen, want je moet het gewoon zelf zien. Dus klik hier eventjes. Like, abonneer. Toch schildpad. Doei.